Schiphol is gekozen als onderdeel van de nieuwe CNN-televisieserie The Gateway. In deze serie worden de grote transportknooppunten van de wereld geportretteerd, zoals Incheon, de internationale luchthaven van Zuid-Korea, de haven van Hamburg en het indrukwekkende treinstation van Zürich. The Gateway wordt een onderdeel in het programma Connect the World, dat elke dinsdagavond wordt gepresenteerd door Becky Anderson. I'm Becky Anderson with the show that takes a 360 spin on the day's best stories for you. Afgelopen week was de sterverslaggever 2 dagen op Schiphol. Schiphol Airport is a transfer airport. And why did you choose for Schiphol Airport to be part of this series? Well, it's one of Europe's busiest hubs. So we get behind the scenes here, we get people to see what goes on at these gateways. Quite remarkable, Schiphol, because it feels like a smallish airport as a traveller. I had no idea what goes on behind the scenes. I had no idea that there are 45 million passengers coming through here. My sense is that you get as a traveller this idea that this is sort of almost like a local airport, and yet behind the scenes this is one of the world's fastest and busiest hubs. De 4 Gateway-afleveringen met Schiphol erin zijn te zien vanaf begin juli op CNN. Daarnaast wordt er deze zomer ook een compilatie van 25 minuten uitgezonden.